Ja, dag 2 vanaf de nieuwe festivallocatie, of eigenlijk een oord. Hè. Zie, je ziet het, een heel oord. En dat heet De Luwte. En dat is een beetje de vervanging van wat de Westerkijn overdag was. Maar dan vrij klein, heel klein eigenlijk. Het is dat je denkt van, En het enige wat ik nu al erg jammer vind, maar verder zijn we heel positief. Wat ik nu al heel erg jammer vind, is dat er geen latte macchiato te verkrijgen is hier. Michel, hoe is deze oerop voor jou? Oh, Jezus. Kun je even overnieuw doen? Nee. Jawel. Dank je. Bent u ook al op andere locaties geweest? Nee, want ik denk niet dat ik daarheen ga. Hoe is het hier bij De Luwte? Nou, het is, daar is De Luwte, maar hier is de chaos. Ja, maar De Luwte is echt een hele fijne plek. Echt een goede nieuwe ontdekking. Ja, lekker een heuveltje, zonnetje. Soms hoor je de klanken uit het Bostheater. Dus het is een beetje een magische plek. Het was fantastisch. Echt een goed verslag van de eerste dag Oerol. Vanochtend. Ja, daar heb je vanochtend gekeken, van gisteren. Vanochtend gekeken, ja. Ja, was hartstikke leuk. Ja. Trek je het nog? Nee, het bloed heet hier. Ja, en veel bagage, veel mensen, Oerol. Ja, verschrikkelijk, ja. Ja, we zijn intussen gewisseld naar de betonning. Want hier heb je wel latte macchiato. En daarvoor kwamen we op Oerol. Ja, wat ben je aan het baken nu? Vegetarische kibbeling. Echt? Waar bestaat dat uit? Knolselderij en voor de rest een deeg en kibbelingkruiden. Lekker, jongen. Trek je het nog, Marjolein? Heerlijk, Henk. Ik heb het zo naar mijn zin. Zit je er lekker in? Ik zit er heerlijk in. Nou, ik ben op zoek naar een kop koffie. Dat is daar. Ja? Dat zit goed. Succes. Ja. Nou, fijn dat ik dat even kon delen met jullie. Ja, heel ja. Fijn. Alles kan met Oerol. Wil je proeven? Ja. Als je het aanbiedt. Lekker. Je moet zeker wel dippen. Oh, dan neem ik er nog geen. Maar je proeft of het truffel is, want het is geen truffel. Ja, truffel mayo. Wilfred, het is hier weer smoordruk in de spar. Het is verschrikkelijk, ja. Het is peentjes te weten. En trek je het nog? Nou, ja, ik trek het eigenlijk nooit, maar ja, je moet, hè. Dat is het leven gewoon. Ja. Hebben de 500 eters gisteren overleefd? We hebben ze allemaal overleefd. Ja hoor, het ging hartstikke goed. Iedereen heeft lekker kunnen eten. Top, top reis. Het is geweldig. En ik zie dat je vandaag helemaal niks doet. Nee, het is nu voorbij met het feest. We gaan nu lekker relaxen en morgen weer een dag.